Hey mensen van Dagelijkse D en leuk dat jullie kijken naar FIFA 14 Co-op Seizoenen. Mijn naam is Milan Knol en ik speel hier met Sander Nienkepper. Ik wou elke keer ook even mijn naam zeggen zelf, maar doe jij het? Hoppakee. Oh, ja. Jammer. Wat is er allemaal gebeurd? Al zoveel. Er is echt zoveel gebeurd. Dit is wel echt gewoon een avontuur, ja. Dat kun je wel stellen. Nee. Ja. Nou, dit begint alweer fucking niet lekker. Hé, hey, maar nu scoren hun het eerst, hè? En steeds staan wij voor. En dan scoren hun. Dus nu gaan we het omdraaien. Oh, is dat het plan? Nee, dat is nu het plan geworden. Oké, we gaan ervoor. En die verdomde... Kijk, midden. Kutregen. Oh, we gingen allebei liggen. Allebei een andere kant op. Oké. Dus wat is de deal? We hebben 2 wedstrijden. En als we die winnen, dan kunnen we alsnog de titel pakken en naar de Divisie 1 verkassen. We zijn nu in ieder geval zeker van de Divisie 2. Ja, want het was duidelijk dat wij niet konden rekenen. Ja. Jezus Christus, man. Maar het was wel echt een heel blij gevoel toen het ineens zo anders was dan wat je dacht. Ja, dat sowieso... Ja. Oh my god! Wat een fucking! Oh, dit is lekker toch? En dat is die Hernanes, die heb ik er opnieuw ingebracht. Dat is een nieuweling, die heb ik erin gebracht net. Wat heb je bij hem ingebracht? van de bank naar de selectie. Wat een goal. Holy shit, 1-1. 9e minuut, ik zei het toch? Nu draaien we het om. Ja, inderdaad. Maar het is wel heel snel omgedraaid. Misschien iets te snel. Maar dat maakt niet uit. We're back in the game. Oh nee. Kom op. Ik blijf heel verdedigend, heel rustig. Ja. Nee, dat kon niet. Ja. Hoog. Te laat. Nee, is goed. Kijk, midden. Mag ook. Oeh. Oh. Hernanes weer. Wauw. Nou, alles naar Hernanes. Ik kan ook een beetje de corners nemen. Kijk. Ja. Oh. Ja hoor. Dat was, wow. Dat was hele scheve animatie. Dat was... Oh. Ah, ik ben sneller. Oh, lelijk. Hoppakee. Lekker. Bam. Wat dan? Hoezo doet hij het nou niet weg? Doe iets weg. We gaan niet weer dit doen. Net zoals de vorige keer. Rust houden. Ja. Mooi. Nice. Go. Snel. Want er staat maar 1 verdediger. Oh. Ik deed naar de zijkant. Ja, dat hoefde dus niet. In het midden waren ze bij de vrij. Oké. Mooi. Wow, wat? Oeh. Ik zag hem bij het spel. Die Hernanes niet. Want die stond daar mooi naast. Kijk daar. Ja. Die liet ze los. Ze hield hem vast en toen liet ze hem los. Oké. Oeh. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Ja. Oh, wat een bal. Die heeft die... Voor. Oh, voor. Kut. Ja, ik had hem inderdaad voor moeten doen. Dat is mijn fout. We moeten echt alle kansen benutten. Willen we nog kans maken. Sorry, man. Oeh. Nee. Ah, oh, hij was nou. Niet snel uit. De keeper komt alleen niet uit. En dit is... Oh. Ook toch onrealistisch. Ja, maar toch redelijk in de buurt. Huh? Zo! Wat? Holy shit, die spaast me in één keer door. Wauw. Heb ik. Ik heb de binnenkant hap. Oh, wat? Lelijk. Nee. Je gaat me niet vertellen dat ze nu gaan scoren. Kut. Niet daar bij de keeper gaan staan. Nee, maar ik sta hier gewoon bij de eerste pad. Dat helpt wel altijd. Hij gaat voor de keeper staan, klootzak. Oké. Dat is echt mega scheef. Ik weet niet waar die heen ging. Planeet Mars of zo. Nou, het schijnt warm te zijn daar. Oh. Pas op. Ja, ik zag het. Oh, goed. Jij zag het. Dat was jouw plannetje. Kijk, dat was jouw plannetje. Ja.
Alsjeblieft. Buitenspel. Oh, wat hebben we ineens heen en weer buitenspel geval? Oh man, die had ik eigenlijk ook doorzien. Ja, je twijfelde nog een klein beetje en daardoor ging het mis. Oh, oh crap. Oh. Ja, dat is... Keeper. Oh, prachtig. Wow. Dik buiten de goal. Maakt niet uit. Die heb jij. Die heb jij. Oh, die heb jij. Ja! Oh, nee. Oh. Een vrije trap. Nice. En ook Hernanes geel? Kan dat heel goed. Ook geel toevallig. Hernanes kan het heel goed. Oh, jij mag hem doen. Doe met Hernanes. Die kan het best goed. Die is het meest technisch. Oké, ga proberen. Oh, jammer. Iets te laag. Wat? Yes. Ja. Rick! Ja, of jij? Oh, ja. Mooi! Ja! Ik pak die meteen, want ik vind je zo lekker staat daar! Yes! Nice. Maar, het is nog niet over. Wacht. Het is echt nog niet over. We moeten eigenlijk toch weer een extra goal maken. Ook al stonden we 2-0 voor de vorige keer. Toen je ook nog heel mooi zei van... doe je divisie 3 of nee, nog 3 wedstrijden of zo. Ja. Nog één maken. Nog één. Oh. Ja, inderdaad. Mooi. I've got your back. En I've got this. Wow. Rijman, goed. Nice. Ja. Auw. Zo. Ja. Overtreding. Dat is sowieso een panel. Yes. Oh. Wat? Spannend. Ja, panel. Ja, hier. Ja, precies in het penaltygebied. Heerlijk. Jij mag het nemen. Kom op, jongen. Nee! Kut! Dit meen je niet! Dit is gewoon... Kut! Hij was wel perfect geschoten, zeg! Kut! Ja, hij was mooi in de hoek, inderdaad. Zo! Zo! Wat? Oké, hallo. Dat was echt niet normaal. What the fuck, scheids? What the fuck, scheids? Klootzak, kut Ronaldo, met je kut hoor. Ja. Hoor, met je kut hoor. Dit gaat ons echt tegenzitten. Ja, dit gaat ons in de kleren zitten. Wat? Nice. Lekker voor je, dat je flikkert in de goal. Zo, ik word agressief hiervan. Kom op. Het is niet goed voor mijn bloeddruk. Nee, oh. Ja. Oh, nee. Ja, heb je? Nee, ik wou helemaal daarachter. Ja. Maar ja, helaas. Ja! Ja! Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Nee! Oh. En dan blijf je in onzekerheid, hè, met 1 goal, maar... Ja. Ja, nee. Ja, nee. Wat? Hoezo? Scheidsrechter, echt serieus. Je gaat ons nu echt... Een voordeel geven een keer. Voor wat? Nee, dat is wel logisch. Ah ja, nee, dat is waar. Vet klaar en dan, ah ja, nou ja. Is net real life. Oh. Dat is ook altijd van, ah joh, dat was helemaal geen zwalbe. En dan kijk je de herhaling en denk je, ah nou ja, maar misschien ook wel eigenlijk. Toen ik de beelden terug had gezien, toen de... Ik werd hem ineens niet meer. Nice. Ja. Ik blok hem. Zag je dat? Oeh, wat blokte jij hem, nice. Dat was teamwork. Dat was gewoon teamwork right there. Hoppakee. Achterop is Sander. Kijk, blok hem. Pas op, straks wordt hij de Hulk. Heel gemeen. Hoppakee. Ja, dat was echt nice. Nee, dat was niet gemeen. Dat was echt goed teamwork. Ja, online wel. Eigenlijk zou je denken, het is niet echt realistisch. Nee. Dat is waar. Alhoewel, dan houden ze ook gewoon tegen, hoor. Ja, maar niet zo opvallend. Ik bedoel, ik zat echt voor me van, hey, je komt er niet langs. Woep-die-doe. Toch 3-1. Maar we hadden eigenlijk 5-1 verdiend al. Vind je?
Ja, met die penalty miss en toen dat jij mij liet struikelen terwijl ik er gewoon in kon tikken. Oh ja. Oh, oh shit. Oké, okay, dit is goed. Oh, nice. Oh, oh nee. Oeh, close. Wat? Wat? Ik raakte zijn voetjes, maar echt een mini. Wacht even, herhaling. Ik zag het ook helemaal niet. Nou, een beetje uit balans. Ja. Een beetje collision. Ja. Zo, drie man. Ja, het is gekhuis. Party. Nee. Oh. Oké, okay, dat was een nieuw trucje. Die kennen je nog niet, denk ik. Ja! Ja! Mm. Ah! Oh man, dat wordt alleen maar spannender nu, hè? Want yes. Nu ga ik al denken aan de laatste wedstrijd. Dat we gewoon één wedstrijd hebben die we moeten winnen om naar de VCA te gaan. Ja. Maar dit is nog niet over. Dit is nog niet over. Zou je dat zien, 4-4? Ja, nice. Nee, we gaan gewoon doorknallen. Oh nee, waarom naar hem? Echt hè? What the fuck? Ik deed hem echt niet zo hard. Oh. Voor. Ja. Poef. Oh, mooi. Bam. It's over. Ja, it's over. Inderdaad. Achterop is Sander. Ja, dit is mooi zo. Ja, maar we moeten eigenlijk wel in die flow Oh, nice. De flow is er. Ja, de flow is er. De flow is er gewoon voor de volgende wedstrijd. Ja, dit is heerlijk, vriend. Lekker, 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 lekker. Eén wedstrijd. Eén win. Eén wedstrijd. Eén winst. Eén ziel. Om naar de visie 1 te gaan. 11 zielen, zeg dat eens. 11 zielen. Bijna debielen. Of vroeger de bielen. Maar ja, boeien. Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het groene duimpje. En ja, gaan we het halen de volgende keer? Voor de visie 1. Je zal het zien in de volgende aflevering. Ik zie jullie graag. Ik ben er benieuwd naar. Ik ga hem kijken. Ik ben zo benieuwd. Je gaat...